Dag kijkers van TDW, welkom bij weer een nieuwe Napoleon Total War. We gaan weer vandaag verder naar Turin. We hadden laatst een veldslag gewonnen. Ik had alles al klaargezet en toen heb ik afgesloten. We hadden hier van alles gewonnen. Ik snapte niet waarom ze me aanvalden en dat soort dingen. Maar we gaan gewoon weer lekker verder. Alles was al klaar, dus we drukken op het knopje. Enter. En we gaan gewoon kijken wat er allemaal gaat gebeuren. Die zijn aan het lopen. We drukken even op spatie, dan gaat het namelijk ietsje sneller. En onderweg naar Turin. En nu gaat mijn beeld flippen omdat mijn muis helemaal naar beneden staat. Building constructed. En dat was hier. Dus dat betekent dat we iets anders gaan bouwen. Of niet. Dat betekent dat we nog even moeten wachten totdat we iets nieuws kunnen bouwen. Recruitment report. Allemaal top. Waarschijnlijk moeten we een hoofdstadje bouwen of iets dergelijks. Maar dan hebben we niet genoeg inwoners. En hij gaat ook naar beneden. Dus dat is niet zo heel erg fijn. We gaan even de army eruit trekken. Even kijken wat we hier laten staan. Ongeveer dit. Dan halen we deze eruit. Zetten we hier op pad neer. Ik weet nog niet of ik hem meteen wil gaan aanvallen. Even kijken of ik deze... Nou, die komt er niet in. En dan gaat hij tegengehouden worden door die. Dus die zetten we even daar neer. En dan gaan we even snel alles na. Hier staat een National Guard. Laten we even lekker daar voor wat het is. Hier wordt gewoon ondertussen gebouwd. Recruitment, weer even paardjes. Hè? En oh, ik heb al geen geld meer. Die investering. Ik moet echt zorgen dat ik geld krijg. Dat zou wel heel erg lekker zijn op het moment als ik gewoon iets te verdienen heb. Dus dan gaan we gewoon toch Turin. Ja, ik zal toch wel moeten. Oh, fucking hell. 2000 man. En al zijn het bijna allemaal militia, het is gewoon best wel heel erg verneukt om tegen zo'n grote overmacht te gaan vechten. Dus ik ga hem continue the siege. Maar dan laat ik hem staan. Dan ga ik even de tijd... Hup, volgende beurt. Want ik moet geld hebben. Ik moet legers hebben. En ondertussen word ik aangevallen door één klein kut dingetje. Maar ondertussen krijgen ze wel reinforcements. En dat is niet zo heel fijn. Dus dan ja, retreaten is... Het beste wat ik op dit moment kan doen. En zij gaan nu alles terugsturen. Oh, ik word weer aangevallen. En ik kan niet retweeten. Retweeten, hoor mij nou. Ja, we kunnen niet retweeten. We moeten echt vechten. We worden aangevallen. En ik ben al één keer weggerend. Dus ik ben fucked. Ik ben echt fucked. Oké. En ik ben dus fucked. Kut, ik echt de tyfus. Check die legers. Check die legers. Oh man. Dit is echt niet fijn. Groeperen. En ze staan daar. Fire at will. Prima. Ja, ik weet niet eens wat ik moet doen nu. Ik sta echt... Ik heb vergeleken met hun ben ik helemaal niks, jongen. Helemaal niks. Weet je wat ik ga doen? Even kijken hoor. Even kijken of ik alles... Ik kan niet withdraw. Ik kan niet withdraw. Oké, kut. Ik moet echt wat gaan doen. Ja. Ik weet het niet. Ik weet het echt even niet. Oké, jullie gaan hierheen. We gaan gewoon winnen. Wij gaan gewoon winnen. Ik laat eventjes mijn artillerie voor wat het is. Zo breed mogelijk gaan staan. Misschien dat het helpt. En jullie gaan allemaal. Zo. Double tap. Infanterie. Jullie gaan daarheen. Jullie tweeën. Schiet die generaal kapot. Ik wil dat die generaal doodgaat. Hup. Oh, ik moet niet te ver draaien. What the fuck. Dit wordt echt een gevecht van hier tot Tokio. En ik ga hem keihard verliezen. Tenzij ik wonderlijk goed ben. Dit is niet normaal ziek. Oké, maakt niet uit. We gaan gewoon vechten. Ik ga proberen dit groepje druk te houden met deze twee. Ik weet het. Zij komen erin. Ik kom er ook in. Dit gaat gewoon frontaal.
Die twee daar. Ik wil aanvallen. Ja, een general is under attack. En jullie, die daar. En laat de artillerie maar voor wat het is. Waar zijn mijn paarden? Hier. Ik hoop niet dat ze keihard verliezen. Pak hem dan. Moeilijk, hè? Ja. Keihard aan het schieten hier zo. Ik ga eentje op de generaal blijven. En eentje die gaat hier tussen. Er staat zoveel man. Daar moet ik wel wat raak mee kunnen schieten. Die gaat daarop. Dan laat ik de generaal heel even voor wat het is. Kijk hier, we hebben er eentje. Één aanval afgeslagen hier. En jullie blijven hier. Nee, oké. Zo. Ja, laat ze maar naar jou toe komen. De paarden die zijn ook nog volop bezig. Dit gaat op zich oké. Het gaat niet heel goed. Het gaat ook niet heel slecht. Kijk hier, we zijn dit aan het winnen, want dit is militia. En militia is het slechtste wat er is. Even kijken hoor, deze gaat hierop. Oh nee, dat is gewoon, dat is mijn eigen man. Oké, dan laten we het zo even staan. Ik dacht even dat ze me gingen surrounden. Battle of the year dit. Battle of the year. Daarop schieten. Daarop schieten. Alles wat hij eroverheen schiet, schiet hij naar de generaal. Wat niet verkeerd is. Ja, oké. We hebben hier de paarden die weggaan. En dat is op zich best logisch. Maar ik vind nog op dit moment dat we het niet slecht doen. We houden stand. En dat is belangrijk. We moeten sowieso echt zorgen dat we stand houden. Als we stand kunnen houden, kunnen we nog wel tij keren. En als we de tij kunnen keren, dan kunnen we nog wel eens voor een verrassing zorgen hier zo. En hier gaan ze er doorheen bijna. Jullie blijven daarop. Ik blijf maar klikken omdat ik denk, oké, dit is een betere move. Dus dan ga ik dat doen. Hup, schiet op hun. Laat ze niet achter je komen. Op het moment als ze achter je komen, dan ben je fucked. Zoals hier. Deze die staan nu van twee kanten. Dus die ga ik daar even op laten schieten. Ja, en dan gaat er nog eentje rennen. En ja, ik kan niet veel anders. Dit is hier. Hier heb ik geen grip op nu. Waar is mijn... Hier, daar. Misschien kan ik hier schade mee doen en gewoon hierop gaan schieten. Oké. Oh, dit gaat heftig, jongens. Dit gaat heftig. Hier volop bezig. Deze zijn volop aan het schieten. Oké. Hoppa. Volop erop. En deze zijn nog heftig in strijd. Die ze hebben genoeg. Dus mijn mannetjes hier worden nu van achter aangevallen. Dat is slecht. Dat is niet fijn. Maar ik kan er niks aan doen. Wat moet ik doen, jongens? Wat moet ik doen? Ja, er gaat er nog eentje rennen. En dat is op zich logisch. Ja, ik verwacht er ook niet veel anders van. Maar ik ga er alles aan doen om zoveel mogelijk mannen te killen. Die erachter. Ik wil niet dat ze bij mijn infanterie komen. Op het moment dat ze bij mijn infanterie komen, dan ben ik ook fucked. Oké, top. Schiet er maar volop op. Ja, er gaan steeds meer mensen rennen. En ik kan niks. Ik kan ze niet terugroepen, want ik heb geen generaal. Jongens. Deze hier. Ja, dit is kut. Dit is line infantry. Grenadiera. Grenadiers. Pak hem. Ja. Steeds meer mensen zijn aan het rennen. En deze die zijn hier bezig. Wat ik ga proberen is deze op de generaal te laten. Ik weet dat het is een wanhoopspoging. Het is echt een wanhoopspoging. Maar dat is alles wat ik kan doen nu. Dat is alles wat ik kan doen. Deze die gaan gewoon hierop schieten. En deze gaan hierop schieten. Laat de rest maar zijn ding doen. Ik heb niet zoveel man meer over. Maar ik denk dat ik nog best veel man gekild heb. Denk ik.
Ik wil deze 56 man. Hup, vechten tegen. Ja, paarden, generaal te staan. En er gaat er nog eentje rennen, nog één. Oh, jongens. Ik heb nog maar echt 3 manschappen over, waaronder deze. Deze die is al weg. Ik stuurde hem net achter de generaal aan. Waar zijn deze? Die zijn hier volop bezig samen met deze. Die staat hiernaast. Dus deze zijn volop bezig. En hebben we deze hier. Oh jongens. Kijk of ik mensen... Oh. Kan... Nee, ik ga ze deze hierop laten schieten. Oh kut. Ook mijn artillerie is al weggegaan aan het rennen. Deze die gaat er nu ook weg. Nou ja. Dit is alles wat ik heb. Mijn artillerie nog. Ik heb echt mijn best gedaan. Maar ik ga terugkomen en dan ga ik ze gewoon helemaal de grond in stompen. Ach jongens. What the fuck. Wat een gevecht joh. Wat een gevecht. Ik kan niks meer. Mijn artillerie dat staat te schieten. Dus ik ga deze... Ga ik hup, losmantelen en laten vechten. En ik zal wel waarschijnlijk mensen verliezen hierdoor. Maar ja, het kan ook niet anders. Even doorspoelen. En dan zie je wat er gebeurt. Die gaan vechten. En dit is gewoon, je kan niks. Hé, hey, wacht. Deze die zijn teruggekeerd en die denken, hey, wij hebben weer kracht. Dus ik ga wat doen. Wat geen zin heeft. Even doorspoelen. Weet je, dan gaat het allemaal net ietsje sneller. Our men are running, sir. Ja, our men are running. En deze die gaan ook... zo meteen rennen. Ach ja. Kijk, check dan waar we tegen moesten. Waar we tegen moesten überhaupt. En waar zij nu nog tegen moeten. Hier, dit is toch geen... ze hebben geen kans. Hier, ze maken 1 schot en bam. Ze rennen alweer weg. Dus ja, ik kan niks meer dan vooruitspoelen. En opgeven. Het is een close defeat überhaupt. Een close defeat. Wat zou het dan geweest zijn op het moment als ik iets meer man had? Laten we zeggen 500 man meer. Wat een hek. Dan had ik hem dus misschien kunnen winnen. Close defeat. Of betekent dat gewoon dat we evenveel mannen als vrouwen... Of mannen als vrouwen. Elkaar als mannen hebben... Nou, hier, enemy killed. Ik heb er 726 gekillt en zij 502. En zij hadden 2100 man. Wij hadden er nog geen 1000. Dus dat is netjes hoor. Maar ja, we hebben verder helemaal niks meer over. Dus dat is... Oh jongen, tief op jongens. Ik kan niks. Oké, jongens, dit is toch een verneukt moment. Een bij elkaar geraapt zooitje legers wat ik nog heb. Moet tegen weer een enemy op, jongen. Dat is niet normaal. Maar ik ga dit keer anders doen. Ik wil deze hier hebben. Kan ik jullie ook schuin zetten? Nee, niet echt. Even kijken hoor. Nou, weet je. Blijf daar maar. Ik ga in verdedigingsmode, jongen. Dat is niet normaal. Die komen hier te staan. En deze komen hier allemaal achter. En dan denk je, wat de fuck ben je aan het doen? Maar ik wil ze hier allemaal op de heuvel hebben. Zoals ik al eerder heb gezegd, de heuvel of een berg is je beste vriend. Tadaa, zij gaan ook meteen weer rennen. Die gaan snel daarheen. Kijk, nu moeten zij namelijk omhoog. En dat is voor hun zwaarder dan voor mij om naar beneden te gaan. Dus zij worden sneller moe. Maar ze moeten wel hard. Zie ik dit gaan, jongen. Dit komt hier zo meteen de berg op. Dan ga ik mijn artillerie laten vuren. Toggle round. Laten we canister shot.
Ik weet niet wat dit is, maar we zullen het zien. Even double tap iedereen. Het is ook moeilijker om voor hun te halen met hun artillerie. Oké, we gaan hem even een klein stukje doorspoelen. Want dan staat alles sneller klaar. Het duurt anders zo lang voordat ik überhaupt iets kan halen. Oké, nou ja. Zij staan bijna klaar. Even kijken hoor. Schiet maar op die. Zullen ze ietsje naar voren moeten lopen. Ik hoop niet al te ver. Ik zet jullie daar neer. Kijk. En schiet maar helemaal naar de kloten die mensen. Het enige wat ik wil is zoveel mogelijk van hun... Ja, binnen, dat is natuurlijk wat ik wil. Maar zoveel mogelijk van hun afmaken. En ik denk dat ik nu in één keer de plan heb. En dat is gewoon zorgen dat ze allemaal... van voor af aan moeten komen. Dus niet dat ze hier kunnen opstellen en dat het dan een... Dus wat ik ga doen... Ik ga gewoon aanvallen. Ja, what the fuck, waarom zou ik niet? En... Hup, rennen. Op het moment dat ze allemaal namelijk van één punt moeten komen, dan is het 20 tegen 20. Op het moment dat ze kunnen zich verspreiden en een heel wijd veld kunnen maken, dan is het 1000 tegen, wat ik over heb. Zo simpel is het. Dus op het moment dat ik ze achter elkaar kan neerzetten en niet... Oké, wacht. Oké, hij gaat ze nu erachteraan trekken. Hij gaat achteruit rennen. Dus ho, stop. Oké, dit is eigenlijk al te ver. En zij mogen niet hier zo achteruit komen. Oh, fuck dit, jongens. Oké, ik ga deze hierop zetten. Weet je, YOLO. Gewoon volop erop. Kunnen ze al schieten? Nee. Deze die ga ik gewoon... Zet ik hier neer. Ergens. Nou, hier, plekje. Oké, ik moet niet stilvallen, by the way. Die double tap kan niet. Maakt niet uit. Nou, knal ze helemaal naar de kloten. Wij hebben het voordeel. Qua heuvel. Niet de nummers. De nummers die zijn voor hun. Maar hey, er zijn genoeg mensen die hebben gewonnen. Door simpelweg alleen maar tactiek te spelen. En met kleine nummers kan je heel ver komen. Bam, hup, schieten. Ja, nu zijn mijn artillerie is gezetteld. Dat zou ik toch moeten halen, jongens. Het scheelt ook niet veel. Fire at will, motherfuckers. Yippie, yay, yay. Hup, knal ze helemaal naar de kloot, jongens. Kijk hier, mooi. Hup, artillerie vuurt zich helemaal erop los nu. Ik moet nog heel even wachten totdat zij in zicht komen. Even kijken hoor. Dat is artillerie. Zo, artillerie zei ik net, hè. Cool. Oh nee. Ik wil ze daarop houden. Oké, kom op jongens. Jullie kunnen het. De rest, ze mogen niet omsingelen. Volgens mij gaat het nog niet eens zo heel slecht. Denk ik. Laat ik even van dichterbij kijken wat er hier allemaal gebeurt. Oké, dit is gewoon... Kijk, dit is frontaal. Ze doen verder niks. Hier, ja, ze proberen erachter te komen. Maar ik hoop dat ik dan hier dit zo verzwakt heb dat er een aantal weggaan. Moeten vluchten. Kijk hier, bam, hup. Artillerie eroverheen. Kom op, knallen met die kogels. Artillerie.
Ik was die naam kwijt. Ik zit de hele tijd te denken, wat was het nou? Artillerie. Hè, artillerie, hoor mij nou. What the fuck heb ik af en toe? Blijf hier. Hier zijn ze al aan het vluchten, dat is mooi. Kijk, dit is gewoon één blok gevormd. En hier ook, dit zijn wij aan het winnen op dit moment. En bam, hup. Artillerie. Ach jongen, wat ik zeg niks meer. Gewoon hup, knallen met die hap. Kijken of we kunnen winnen. Waarom staat hij achter tevoren te kijken? Dieven zijn. Kijk er gewoon naar voren. Hup. Alles schieten erop. Ik kan ze net niet raken hier. Hier wel. Our men are running. Nou, dat is de eerste. Ik wil die gewoon raken. Kijk, dit is goed. Kijk, check hier. Deze zijn allemaal weg aan het vluchten of terug aan het trekken. Dat is goed. Dat is gewoon goed. Jullie blijven gewoon doorgaan, maar blijf waar je bent. Kijk, hup. Die. Nee, alleen die. Ja. Yeah. Knal ze helemaal naar de kloten. Hier, dit stukje heb ik hier zeg maar gewonnen, wat er net gebeurde. Hier zijn ze nog volop bezig, dus die ga ik even hulp laten. Hup, want dan verlies ik niet al te veel. En deze mensen, ja, nou ja, er waren er 6 over. Die zijn nu weg aan het vluchten. Oké, okay, dit is een interessante gevecht, moet ik zelf zeggen hoor. Maar artillerie is bezig daar. Die staat erachter. Gewoon schieten, maar gewoon overheen. Nou, niet te ver. Gewoon hierop houden. Moet niet uit elkaar gaan trekken. Wat ik in de vorige ronde wel deed. Of in het vorige gevecht wel deed. Moet ik nu niet meer doen. Wat zijn dit? Oh ja. Help ze nou. Want we zijn aan het verliezen. Dit stukje zijn we hier aan het verliezen. Hier. Armen en running. Ja. Deze dus. Nou, in ieder geval. Ik mag trots zijn op mijn mensjes. Ze killen ongelooflijk veel. Ik ga deze even naar de kloot helpen. Kijk, deze die draaien zich om. En let op, zometeen gaat deze schieten. En bam! Dan zijn ze helemaal naar de kloot. Oh, jongens. Ik zal even een klein beetje doorspoelen. Oké, wat gaat er nu gebeuren? Deze. Ja, oké, kut. Ze zijn te ver naar voren. Deze zijn weggevlucht dankzij mijn artillerie. Gewoon erop schieten. Ik ga dit nu even zo doen. Alles wat kan bewegen, alles wat kan vechten, mag nu gaan vechten. De nummers zijn gewoon te groot, zo simpel is het. De nummers zijn te groot. Knal ze naar de kloten en laat mijn artillerie gewoon half het werk doen. Maar dit is alles wat ik nu kan doen. Ik kan verder niks. Ze komen niet echt achter me. Ja, maar heel makkelijk kunnen ze dat wel. Maar de nummers zijn te groot. Als ik deze naar die trek. Oh, ik moet niet naar achteren gaan. Hier blijven. We hebben alles wat kan bewegen daar bovenop. Ja, dit staat hier op veel te lange afstand. We hebben schieten gewoon met die hap. Kijken of ik ze van achter hier kan raken. Daarheen. Daarheen. Heel veel schade kan ik mezelf nu hier toch niet aandoen. Ik bedoel, ik heb één vlaggetje daar staan. En dat is alles. Kijk, dit staat er niet. Dit staat er. En dat is het. Dit staat hier. En deze heeft een langere afstandsschot. Dus daarom staan ze ook wat verder. Maar schade heb ik gedaan hoor. En wat ook. Want ze hadden
2000 toch of zo? Nou ja, we zullen het zo meteen zien hoeveel ze hadden. Hier, Jack, hier. Je zag deze hier zo van groen helemaal naar rood gaan. Zoveel kracht heeft die artillerie. Echt, jongen. What the fuck was ik fucked? Waarom? Eén stomme beweging maak je en je bent gewoon klaar. Ik denk, ik ga ze gewoon siegen. Dat kan toch wel met zo'n groot leger. Maar blijkbaar niet. Blijkbaar niet. Nou, deze die staan er nog. Voordat ze hier zijn, dat duurt nog wel even. Hoppa. Ik zeg wel daar, maar ik wil hem hier bouwen. Gewoon dit groepje, gewoon helemaal hier, bam. Elke keer kapot naar de tyfus werken. Op het moment dat dat gebeurt, ja, nou ja, kans maak ik sowieso niet meer, denk ik. Hè? Dat is voorbij. Hup, kijk, bam, bam. Hier, deze die gaat ook rennen, dat is alleen maar mooi. Weet je, als zijn er 20 man die nog over zijn en ze beginnen te rennen, het is toch 20 minder. Oké, dit is 10, maar dat maakt niet uit. Kijk, hier houden ze hem nog wel even tegen. Geef hem nog even een beetje adempauze. Ik ga hem gewoon even ietsje doorspoelen. Kijk, en nu komen ze binnenlopen. Maar we proberen ze tegen te houden. Artillerie, ga even schieten alsjeblieft. Ga schieten. Als ik dit op de een of andere manier, echt op de een of andere wonder, dit kan winnen. Dan, nou ja, dan is het ziek. Dan is het echt ziek. Ja, kijk hier, 3 mensen aan het vluchten. Deze killen we allemaal in 1 keer. Check ze in 1 keer wegrennen. Hier zo. Bap. Cowards. Mooi. Dat is wat we willen. En we hebben nog 1, 2 en 3 over. En dan zie je dat toch weer dat ze sterk zijn. En die houden we gewoon vast. Bam. Gewoon de artillerie verdedigen. Op het moment dat dat gebeurt. Dan scheelt dat een hele hoop moeite. Ja, dat wilde ik ervoor. Die gaat daarheen. Kijk eens aan, jongen. Hier, dit vlucht allemaal weg, hè. Check eens even wat er gebeurt. Dit vlucht allemaal weg. Ik bedoel, roep ze bijeen en je zou over me heen walsen. Dat is wat ik denk. Ik heb hier 25, 33, 12 man over. En die op die vechten, alsjeblieft, jongens. Kijken wat er gebeurt. Hier. Artillerie. Ach, wat een kutwoord vandaag. Huppa, weer eentje weg. Die vlucht. En die vlucht ook, jongens. Dit is toch niet normaal? Als ik deze ga winnen, jongen. Ik ga hem doorspoelen. Ik word gewoon zenuwachtig hiervan. Wat kijken wat er gebeurt. Hup, blijven schieten. Ik moet mijn artillerie even. Kijk, nu zeg ik het wel in 1 keer goed, weet je wel. Als je gewoon in 1 keer snel moet zeggen, dan gaat het gewoon goed. Huppa, kijk eens aan, jongen. Wat een liefelijke kanonnetjes zijn dit. Kijk eens aan, jongens. Maar ik ben bang dat het sterkste nog moet komen. Line infantry. Militia. Oké, dat valt nog wel mee. Kijk, en deze die is zo meteen naar de kloten. Hup, nog 95 over. Deze zijn terug aan het komen. Blijf staan, jongens. Hou die linie. Hou die linie. Als ik dit kan winnen, jongens. Schiet op ze. 8, 9, 13. Die gaan ook bijna vluchten. Ja, er zijn nu al 2 aan het vluchten. Maar die artillerie, jongens. Zo prachtig. Dit kan echt mij heel goed helpen. En je hoort ze maar schieten. Maar deze die schiet elke keer naar de verkeerde. En dat is een verneukte kogel. Ja, elke kogel die ze schieten erop is gewoon verneukt. En dan hebben we deze nog. Oeh, ze hebben allemaal een sterretje erbij. Maar dat maakt niet uit. Ik ga deze gewoon winnen. Ik weet niet wat ze aan het doen zijn. Oké, ik heb hier nog eentje over. Nee, die begint ook te rennen. Ik heb er hier echt nog eentje over. Dit is alles wat ik heb. Ja, ze schrikken van hun, van de getallen. En dat is best logisch. Maar wat er ook gebeurt, ik bedoel,
Ik ga deze gewoon, hup, zwaard erin. Hou ze bezig. Nee, 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 waarom zou ik dat doen? Hup, hou vast. Hou vast. Op het moment dat zij aankomen rennen, gooi ik ze erin. Dat heeft geen zin, want ze zijn al dood. Oké, met tactiek. Maar ik bedoel, hij heeft wel voor een heel groot gedeelte gewerkt. Check eens wat ze allemaal verliezen en wat ze weg zijn. Wat weg is gerend, gewoon simpelweg omdat ik hier gewoon stand heb gehouden. Dat is best goed. Best heel goed. Mijn artillerie. Hier klaar. Focus gewoon op één groep. Infanterie. Infanterie. Nee, dat is... Baboeien. Oh, infanterie komt er nu aan. Nu snap ik hem. Allemaal met kleine kogeltjes. Hoe meer schade, hoe beter. Jongens, als ik dit nog kan winnen... 45 man hierover. Ik weet niet waar ze mee bezig zijn. Oh, man, man, man. Die had ik niet, die had ik niet aanzien komen. Kijken of ik dit kan omdraaien. Deze heb ik niet aanzien komen. Die zijn waarschijnlijk teruggekomen op het moment toen ze verloren, zeg maar. Of toen ze weg aan het rennen waren. Maar wat een gevecht. En we hebben een generaal dood, jongens. Dat is een moraalboost voor ons. En een ongelofelijke daling bij hun. Ja, laat die kanonnen maar zitten. Hup, vechten, ja. Hier, kijk dan. Dit is aan het wegrennen. Jongens, 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 jongens. Hoe kan dit? Hou vast deze hier. Als je deze vast kan houden hier. Ook al zijn ze met meer. En deze nog een paar schoten erop. Schiet ze er helemaal naar de kloot, jongens. Schiet ze naar de kloot, jongens. Deze zijn aan het vluchten. Die zijn aan het vluchten. Die zijn... Zijn ze aan het vluchten? Ze zijn aan het vluchten, jongens. Bam. Schiet ze naar de... Check hier zo, naar dit balkje. Dit betekent... Wij stonden hier, hè. Wij stonden hier. We've turned the art. Ze zijn allemaal aan het vluchten. Hoe is dit mogelijk? Hoe is dit mogelijk, jongens? Mijn fucking artillerie die gewoon het uithoudt. Het enige wat ik nog moet, is hun artillerie uitschakelen. Dat ga ik doen. Deze laat ik... gewoon hier achteraan gaan. Ze zijn aan het vluchten, dus ze gaan niet terugvechten. Dus dat scheelt een hele hoop. Maar dit, jongens, dit is niet normaal. Dit is niet normaal. Even kijken wat hier gebeurt. Deze wil ik hebben. Deze... Hup, het artillerie van hun. Die zijn daarop aan het schieten. Dit is gewoon afmaken nu. Dit is klaar. Het is over met hun. Even wat tijd doorheen banjeren. Dit is niet normaal een overwinning van hier tot Tokio. Oh, hier, deze zijn omgekeerd. Oké, misschien juich ik nog te vroeg. Nou, als het goed is, één schootje daarop en ze zijn klaar. Hier. Deze. Ze zijn weggevlucht als de neet. Hier, dit. Ze kunnen niks anders dan vluchten. Ze proberen nog te draaien, maar dat heeft geen zin. Deze zijn nog aan het schieten hier. Als ze binnen hun range komen, dan bam, is het naar de kloten. Deze, die... Kijk hier, die... Zijn we er bezig daarmee. Hoppa, wij krijgen overwinningspunten. Dat is niet normaal. Double tap daarop. Laat ze maar lekker rennen. En eigenlijk nog steeds zijn zij qua overwinning. Dit is een overwinning nog steeds voor hun. Als zij hier blijven leven, zeg maar... En mij verslaan. Dan hebben ze alsnog gewonnen. Maar de rest is allemaal aan het wegvluchten. Kijken wat er gaat gebeuren. Ik zie verder niks van hun. Ja, dit is allemaal weg aan het rennen. Daar zijn ze bijna bezig. Even kijken. Dat zijn deze. Even kijken wat er gebeurt. Dit is afslachten. En het is klaar met hun. Deze zijn nog aan het schieten.
Hoeveel mannen hebben ze? 50. Nou, kijk, in verhouding, dat is zoveel meer. Daar zijn ze ook wel aan het vluchten. Nou, we hebben geen kogels meer, daarom schieten ze niet meer. Hup, keer om, keer om. Die komen er nu ook aan. En hopen dat we zoveel kunnen afslachten. Al winnen we met één man. Dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Kom op dan. Ga vechten. Ik wil dat jullie niet... Ja, ze horen ons. Onze trommels. En het is over. Het is gedaan. Hier, let op. We hebben gewoon gewonnen. We hebben een victory hieruit kunnen halen. Dit is niet normaal ziek. Dit is niet normaal ziek. Van echt de underdog zijn, de grote weghalen. Gewoon simpelweg omdat je boven op een berg staat en je past een tactiek toe en je houdt eraan vast. Wat te neten, man. Wat te neten. Oh, dit is heerlijk. Zij hebben 164 van ons gekild en wij hebben er 922. 400 tegen 1200. Zij hadden veel meer kans om te winnen. En wij winnen hem gewoon. Wij winnen hem gewoon. En dan willen ze weer vechten daar zo. Weet je, en het is 180 tegen 480. Maar ik heb hier geen zin in. Dus ik retreat hem gewoon. Retreat. Weet je, ik vind het wel prima zo. Jongens, ik heb hier geen zin in. Jongens, als jullie dat willen hebben, mag je hem van mij nu hebben. Ja, dan gaan we hem autosolve. En die victory ook nog eens. Dat ook nog eens, weet je. Ik heb heel veel genoeg gevechten voor nu. Ik wil deze Napoleon, die is weer terug. Even kijken wat er allemaal gebeurt. Morgen gaan we wel verder kijken. Of overmorgen. Vergeet niet te liken voor deze ontzettende coole overwinning. En ik zie jullie de volgende keer.